allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Een tijdje terug vroeg ik welke hond verdient er nou echt een makeover. We hebben een winnaar en die winnaar ga ik nu ontmoeten. Ik ben heel benieuwd. Hier staan ze dan, de winnaars. Hoe heb je je foto gemaakt en hoe bedacht je de foto? Ze lag gewoon naast me op de bank en ik zag de pose en ik ging gewoon gelijk een foto maken. Nou, super gefeliciteerd. Ben je blij met de prijs? Ja, heel blij. En nog belangrijker, hoe heet de hond? Burberry. Burberry, superleuke naam. Is het hij of zij? Zij. Zij heeft ook een beetje de kleuren van Burberry. Die ruitjes, zeg maar. Hoe oud is ze? 6. Oh, nog super jong. En wat is het leukste aan Burberry? Ze is heel speels en heel leuk met andere mensen en zo. Oh, ja. En heb je zin in je prijs? Ja, was je er vaak thuis of valt het mee? Nou, soms wel eens. Maar nu ga je echt in de dogwash van Pets Place. Zullen we erheen? Ja. Yes. Volgens mij is het daar. Kom, let's go. Hoi. Hoi. De dogwash. De dogwash. Ik ben Brit. Ik ben Chanoa. Ik ben Iris, de trimster. Ben jij een trimster van Pets Place? Ja, trimster van Pets Place. En dan trim je natuurlijk heel veel honden en je wast heel veel honden. Alleen wat houdt de dogwash bij Pets Place precies in? Eigenlijk is het gewoon een soort van bad. Je kan hem nat maken, je kan hem met shampoo behandelen, met fluoriteken shampoo behandelen, met conditioner behandelen. Je kan hem droogveunen. En als je hierheen wil, dan kun je er gewoon dus een muntje in gooien. Ja, je kan bij ons bij de kassa een muntje kopen. Oh, je kan ook conditioner en alles gebruiken? Ja, alles zit erin. Want wat zijn al die... Ik zie Peter en de Vries. Wat doet Piet Paulus van hier, Freek Volk? Dit is gewoon Nederlands. Dus dan druk je... Dan hoor je gewoon een Nederlandse vrouw. En als je Freek Vonk... Wat? Hè? Hebben ze het allemaal ingesproken? Stop. Pauze. Wat? Hè? Piet, let op. Stop. Pauze. Stop. Pauze. Met welke stem gaan we? Oké, wat zullen we doen? Freek of Piet, denk ik? Wat gaan we voor? Freek Vonk is voor de dieren. Oké, we gaan voor Freek Vonk. Oké. We maken hier het deurtje open en dan mag Burberry erin. Ga er maar in. 1, 2. Die denkt ook, what's this? What's happening? Vet handig dit. Dan beginnen we nu met alleen spoelwater. Ik heb mijn eigen shampoo gepakt in het trimsalon. Heb je straks weer een schone. Dus ik moet nu spoelwater inklikken? Ja, spoelwater! Spoelwater! Ongelooflijk! Fantastisch! Wat mooi! Ik denk dat hij wel helemaal nat is, of niet? Ik denk het ook wel. En dan? Moeten we nog even stopzetten? Ja, dan moeten we even stopzetten. Spoelwater! Ongelooflijk! Stop! Pauze! Dan gaan we in de stop gooien. Dit is een speciale shampoo voor, nou ja, eigenlijk voor witte honden. Maar ja, Burberry is natuurlijk meer. Oh, een soort zilver shampoo. Een soort zilver shampoo. Eigenlijk ook wat je op George kan gebruiken. Oh, dan worden ze echt mooi. Ja. Oh, dat moet ik op George gebruiken deze. Dan wordt hij heel mooi wit. En naar uitkijken. Burberry, wat wordt je mooi. Nou, dan mag het uitgespoeld worden. Oh, spoelwater. Wacht, Piet. Spoelwater. De barbecue temperaturen zijn niet goed. Oh, Burberrytje, word je mooi. Oh nee! Oké, ze begint al te wennen een beetje. Ja, dan vindt ze het allemaal een beetje prima. In het begin dacht ze echt, wat is dit? Ik denk dat ze nu wel klaar is. Ja? Oké, stop, pauze. Pauze. Burberry wordt nu even lekker gefeund. En dan gaan wij ondertussen even de winkel in. Klein beetje shoppen. En dan kom ik zo terug bij jou voor het eindresultaat. Ja, is goed. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ze zijn natuurlijk de winnaars. Dus we gaan ook even wat leuke dingetjes uitzoeken om mee te geven. En hier zijn de borstels. En ik heb deze zelf. Ik ga deze meegeven. Deze werkt echt super, super goed. En het is ook vet lekker. Want het zit van dat... Hier word je echt verslaafd aan. Van dat soort van gummihandvat. Helemaal top. En dan even... Deze is ook perfect. Die heb ik zelfs ook voor de paarden. En dit is gewoon een soort handschoen. En als dieren niet zo erg van borstelen houden, dan is het een soort van... Ja, je neemt ze eigenlijk bijna in de zeik van... Oh, ik aai je met mijn hand, maar ondertussen borstel ik je. Dus die gaan we ook meegeven. En even kijken of ze nog een goede shampoo hebben. Shampoo met aloe vera. Die lijkt me helemaal top. Oh, dit is ook lekker volgens mij. Oké, deze geven we mee. Hondenparfum. Oh, dit is hondenparfum. Helemaal top. Deze roze, want het is een meisje. Oh, deze neemt vieze geurtjes weg en is pH-neutraal. Dan stop, want dan is het niet slecht voor de huid en gaat het ook niet irriteren. Oké, hondenparfum is ook in de pocket. Even kijken wat er nog meer is. Oh, shoppen voor honden blijft leuk, vind ik. Het blijft leuk.
Oh, wacht, dit is ook een goeie erbij. Een handdoek. Hè, zo chill. Deze wil ik ook. Een hondenhanddoek. Maar je kunt je hand hierin doen. Dat is echt vet makkelijk. Want het is altijd geklooi. Want honden willen op de een of andere manier nooit afgedroogd worden. Oké, ik ga eventjes een mooi tasje regelen. En dan kunnen we het geven. En ik ben heel benieuwd hoe Burberry er inmiddels uitziet. Ik sta hier met al mijn cadeaus. En volgens mij komen ze eraan. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Ja, hij is echt heel mooi geworden. Wow, wat zijn jullie mooi. Wat ben je mooi, Burberry. Wow, wat ben je mooi. Oh, kom eens, Burberry, kijk eens. Oh, die denkt ook konijntjes. Dat vinden ze altijd echt helemaal geweldig. Wat vindt het ook helemaal geweldig. Oh, wat ben je zacht. En wat ruik je lekker. Ben je blij met de prijs? Ja, heel blij. Ga je nog wat leuks doen vandaag met Burberry? Lekker wandelen? Denk het wel. Oh, dan ben je wel echt de mooiste van de straat, Burberry. Ik heb nog even een cadeautje voor jullie. Ik heb er nog iets bij gedaan. Een heel leuk knuffeltje. En allemaal leuke dingetjes om heel mooi te houden. Van Dierenpraat en Pets Place. Superleuk dat je er was. En vond je het leuk? Ja. Heel veel plezier met Burberry die heel lekker ruikt. Jullie bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot volgende week. Doei!